En bij de rechtbank staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, waarom wil Vestia dat geld eigenlijk terug hebben van Staal? Vestia zegt, we hebben hele grote gevolgen ondervonden van deze hele zaak. Ze hebben alle producten moeten afkopen, dat heeft ze 2 miljard euro gekost. Vele honderden mensen verliezen hun baan, het huizenbestand wordt ingekrompen. Dus zegt Vestia, ja dit kan niet, we kunnen niet zo'n topman die toen aan het roer stond, dan wegsturen met nog eens 3,5 miljoen euro extra. Ja, en wat vindt de topman Erik Staal hier zelf allemaal van? Nou, Erik Staal zegt, het is geen vertrekpremie, het is geen gouden handdruk, het zijn gewoon salaris- en pensioenafspraken die we eerder gemaakt hebben. Daar komen we nu op terug. Er is goed onderhandeld, er is een goedkeuring, dus ik snap het probleem niet. Je kan dit geld niet van me afpakken. Nou, Vestia denkt er anders over. Vestia zegt, nou, wij denken dat Staal zelf die afspraken gemaakt heeft en dat hij eigenlijk niet een volledige toestemming van de Raad van Commissarissen heeft. En dat geld, dat willen we dus terug. Ja, Jan-Roelof, dit gaat allemaal over pensioengelden, maar hoe zit het eigenlijk met de schuldvraag in deze hele zaak? Ja, eigenlijk is die zaak die nu speelt maar een heel klein beetje van die hele grote zaak. Want je wil natuurlijk weten, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie was de schuldige? Nou, dat is niet in één zaak te vangen. Ik heb even snel staan optellen, dan kom ik op 11 rechtszaken uit. Zaken die kortlopend zijn, langlopend zijn. Voordat we echt weten hoe dit nu helemaal in elkaar zit en wie de schuldig aan is, dan ben je toch, ik denk nog wel een paar maanden, misschien wel een jaar verder. Dankjewel, Jan-Roelof Visser.